Goedemorgen gemeente. Dit is de ochtenddienst van zondag 12 juli van de wijkgemeente Grote Kerk in Vlaardingen. Hartelijk welkom aan de mensen hier in de kerk, dat zijn er weinig. Hartelijk welkom aan onze gemeenteleden die verbonden zijn met YouTube of via de kerkomroep. Maar ook een hartelijk welkom aan iedereen die zomaar op YouTube is beland hier bij deze kerkdienst. Blijf vooral hangen, kijk hoe dat bevalt, kijk hoe de boodschap kan doorbrengen. Onze voorganger vanochtend is dominee Elze uit Sluis, ons zeer wel bekend. Fijn dat u bent. De middagdiensten voor komende week gaat gewoon door. In die zin dat de moderator nog geen gelegenheid heeft gehad om zich te beraden over het feit dat meegezongen kan worden. Ja, nee, daar wordt er volgende week meer over. Want er is een nieuw protocol, het moderator moet daar nog een besluit over nemen. Wij wensen elkaar straks, als we het openingslied gezongen hebben, wat is op toonhoogte 200 helft. U bent mijn schild, maar u bent mijn schuilplaats, Heer. Daarna zijn we met stil voor God en voor elkaar een zegen vragen over deze dienst en een gezegende ontmoeting. Nog een kleine mededeling: Margreet zal de voorzang doen. Dat is enigszins onverwacht voor haar. Een paar mensen haar veel. Succes, dat dus we zullen allemaal meezingen, dat we toch wat geluid uit doen. We wensen elkaar een gezegende dienst. Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Amen. Genade zij u, vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 84 vers 1 en 4, dat is pelgrimslied. Het woord pelgrim, vreemdeling, komt vooral ook in de schriftlezing, althans in de brief van Petrus, naar voren. Psalm 84, vers 1 en 4 uit het liedboek. Thank you.
Dat we het leven niet in eigen hand nemen, dat we niet doden, andere mensen schade toebrengen. Dat we trouw zijn aan onze woorden elkaar gegeven, tussen man en vrouw en op zoveel momenten in ons leven. Dat we niet het bezit van een ander zullen toe-eigenen, zullen stelen. Dat we geen leugen en bedrog zullen voorstaan, maar eerlijk en oprecht zullen zijn. En dat we niet afgunstig begeren, begeerlijk uitzien naar wat een ander altijd heeft en meer heeft. Maar dat we tevreden mogen zijn met de dingen die God ons geeft. En de Heer Jezus heeft het samengevoegd. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met al uw gedachten. En heb uw naaste lief als uzelf. Gemeente, als we dat horen, kunnen we dankbaar zijn. Dat we zo de wil van God ook inkleuring krijgen. Soms moet je daar even over nadenken. Wat is het mooi dat in ons leven we de geboden van God hebben gekregen. Wat een zegen. We groeien niet op voor galg en rad. Maar we mogen structuur krijgen in de geboden van God aan ons leven. Dat is een geweldige zegen. En tegelijkertijd beseffen we ook dat we zo vaak daarin tekort komen. In de liefde naar God en naar elkaar. En daarom zingen we Psalm 130, de versen 2 en 3. Zou gij indachtig wezen al wat de mens misdeed. Maar ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Psalm 130, vers 2 en 3 als antwoord op de geboden. Zorgvuldigheden van het leven, maar ook met de angsten en het verdriet van het leven. Dat we u mogen verwachten, dat we naar u mogen uitzien en mogen we dan u ontmoeten in deze dienst. Wil ons daarin helpen in de prediking van uw woord en om in die prediking ook te beamen en richting gewezen te worden. Omdat we niet verdwalen en niet in de duisternis zullen terechtkomen, maar omdat we uitzicht hebben, leven, wil ons daarin zegenen. Zegen allen die in deze dienst een taak hebben, wil u hen helpen. En laat zo het wonder van uw aanwezigheid door ons beleden en ervaren worden. Als een groot goed, als verwachtende mensen, dat bidden we u. Ziende op onze overste leidsman en voleinder van het geloof,
Jezus Christus, uit genade. Amen. Er is nu ruimte voor het kindermoment dat verzorgd wordt door Margreet Venema. En die zal waarschijnlijk ook het doen. En anders doen we dat straks nog. Blij, want dat had hij erop geschreven. Dank u wel voor het fijne schooljaar. U bent een lieve juf. Van mij. Nou, dat was natuurlijk wel heel erg fijn om te horen. Maar ik had nog ineens dankjewel tegen Menno gezegd. Of opeens hoorde ik: juf, juf, kom eens snel. Kom eens snel. Sessa en Floor hebben ruzie. En ik draai me om en ik zie Sessa en Floor vechten, trekken. Dus ik ren erheen en ik haal ze uit elkaar. En ik zeg: meiden, wat is er aan de hand? Ja, maar zij heeft mijn schelpje. Nee, het is mijn schelpje. Ja, en toen ik het wou pakken, toen gaf ze me een duw. Ja, en toen ging zij mijn krabben. Zij hup meiden aan de kant, maar ik dacht: nou Margreet, sta je lekker. Lieve juf, lief, maar hoe ga je dit nou oplossen? Hier heb ik wel iets anders voor nodig. Nou, waar we naar gaan luisteren in het Bijbelverhaal gaat over Salomo. Jullie hebben verleden week gehoord van papa en mama of ze zelf gelezen dat Salomo koning is geworden. En nu gaat het verhaal over, gaat het verder met Salomo. En op een nacht slaapt hij en dan komt God naar hem toe in een droom. En in die droom zegt hij: Salomo, wat wil je hebben? Wat heb je nodig? Vraag het en ik geef het je. Nou, en dan gaat Salomo denken. En hij denkt: veel geld zou wel handig zijn. Of misschien wel een heel lang leven. Kijk maar, een taart met heel veel kaarsjes. Of misschien dat ik er altijd heel knap en mooi uitziet. Een kast vol kleren. Maar dan denkt hij: nee. Nee. Ik wil graag een goede koning zijn. Een koning die er echt is voor de mensen. Ik wil heel goed kunnen luisteren en ik wil heel goed weten het verschil tussen goed en kwaad en wanneer het goed is en wanneer het kwaad is. Dus hij vraagt aan God: ik wil graag een goede koning zijn. Wilt u mij wijsheid geven? Nou, en dat heeft hij gekregen. Trouwens die andere dingen ook, omdat hij om wijsheid vroeg. En die wijsheid had hij echt later nog nodig. Want dan gebeurt er iets. En dat vind ik zo'n wijze oplossing. Dan is Salomo echt wijs. Nou, misschien gaan papa en mama het verhaal nu voorlezen. Of ben je al zo groot dat je zelf het verhaal kan voorlezen. Ga dat doen. En daarna het werkje maken. En ik hoop eigenlijk nog wel dat ik van de week een kaartje krijg waarop staat: u bent een lieve juf. Maar het zou het mooi zijn als er staat: u bent ook een wijze. En trouwens, met Floor en Tess is het weer helemaal goed gekomen. We gaan nu een lied zingen met elkaar. En dat lied is: er is iemand die vreselijk veel om mij geeft. En dan gaan we met elkaar zingen.
Dankjewel naar dit kinderwoord. Willen we naar dit God luisteren. En ik wil met u lezen 1 Petrus 4 vers 1 tot 11. De apostel schrijft daar waar de orders, de lezers vandaan komen. Het kwam voor die diepe afgrond. En met wie ze in aanraking gekomen zijn die hen verlost heeft. We lezen dat niet omdat Christus voor ons in het vlees heeft geleden, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heiden gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid en begeerte en dronkenschap en zwelgpartijen en drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderijen. Daarbij bevreden we dat u niet meeloopt in diezelfde uitbarsting van losbandigheid. En die heidenen die nog overgebleven zijn, kijken er vreemd van op. En ze belasten u daarom als ze niet meedoen met deze verschrikkelijke dingen. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom gezond en luchtig in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morgen. Laat ieder de andere dienen met de genade gaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt, en als iemand die dient. Dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is het woord van God. Het einde van alle dingen is nabij. Dat is een tekst van de prediking uit 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alle dingen is nabij. En ik heb er boven gezet. Als het einde komt, mag ik dan bij u zijn. Kent u dan het programma? Dat gaat in de verkondiging over dat duidelijk wordt, niet over de dood, maar over het leven. Mag ik dan met u zeggen? Over het leven. Dan gaan we zo weer stilstaan. We gaan eerst nog een lied zingen. Dat duurt meer lang. Meer tot de tijd van Christus aan zal breken. Dat is het eerste vers, maar dat zingen we niet. Wij zingen van lied 479, de versen 5, 6 en 7. O Jezus, help mij dan ter tijd, ter wille van uw monden, dat in het boek der zaligheid op mijn naam wordt gevonden. Vers 5, 6 en 7 van lied 279.
einde komt, mag ik dan bij u zijn. Wij zingen straks, gemeente, Psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 98, vers 3 en 4 uit het liedboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heeft u dat ook wel eens, die gedachte? Waar gaat het nu met deze wereld naartoe? In wat voor tijd leven we? En niet alleen vanwege die panepidemie. En niet alleen vanwege de grote vragen en zorgen om het milieu. Er is nog zoveel meer. Als de internationale verhoudingen. En soms hele vreemde politieke leiders in deze wereld. De gezagscrisis. Vragen over de moraal en de ethiek. Over seksualiteit en leven en dood. En vooral ook, natuurlijk niet te vergeten, de scheef gegroeide houding tussen arm en rijk. Onze tijd, waarin wij leven met onze kinderen en kleinkinderen, met onze oude mensen, onze broeders en zusters. Waar gaan we naartoe? En wat en hoe staan we erin als christenen in deze tijd? Hoe beleven we deze tijd? Jaren ben ik getriggerd, zoals dat tegenwoordig dan heet, door een straatgedicht van Gilles Deelder. Ja, die kent u wel. Het staat op een industriepand van Beck en Verburg. Toevallig ken ik die man, want die zat als oude meneer in de kerk in Sierskerke, de oprichter van het opruimen van het afval van grote boten, uitgegroeid tot een groot bedrijf. En op dat pand, vlak voor de afslag naar Middelburg, naar Zeeland, waar ik honderden keren voorbij gereden ben, daar staan het volgende straatgedicht van Gilles Deelder, alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan. Echt, zo'n streek van hem. Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan. Geldt dat ook voor de dingen van ons leven? De dingen zoals deze panepidemie? Ja, die zijn er altijd geweest, hoor je zeggen. Alles blijft, maar ze gaan ook weer voorbij. Zeg maar dan. En dat gaat niet alleen over die crisis, maar dat gaat misschien wel over ons leven of sterven. Dat zeggen we ook vaak, er is een tijd om geboren te worden. Alles blijft, dat gaat gelukkig nog door. Maar er is ook een tijd om te sterven en dat gaat ook door. Ten diepste blijft dus die derde regel, blijft alles voorbij gaan. Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan, zegt dat straatgedicht. En dat laatste, gemeente, daar kon ik nooit mee uit de voeten. Die ene, twee dingen wel, maar alles blijft voorbij gaan, toen dacht ik, dat is een heidense gedachte. Dat is opgaan, blinken en verzinken en in een eeuwigdurende cirkelgedachte, we noemen dat het circulaire denken, blijft dat allemaal doorgaan. Maar dat is geen christelijk spreken. Absoluut niet. Nou, dat eerste kun je nog wel zeggen, alles blijft, alles gaat voorbij. Maar dat laatste zou de dood in de pot zijn. Dat daar nooit een eind aan zou komen. Nee, wij christenen leven met de wederkomst van Christus. Het lineaire denken noemen we dat. Het is begonnen bij de schepping. En daar middenin staat het geheim van God, het geopenbaarde geheim, Jezus Christus. En er is nog één ding dat ons wacht, dat is de wederkomst van Jezus Christus. En daarom vanmorgen, gemeente, de tekst, het einde van alle dingen is nabij. Zomaar plotseling gooit de apostel Petrus dat in zijn brief er middenin. Het einde van alle dingen is nabij. Zo op het eerste gehoor zou je misschien denken, dat klinkt negatief. Maar dat kan niet de bedoeling van de apostel zijn. In het geheel niet negatief, maar positief. Positief. Het geheel, het einde van alle dingen is nabij, is hem geen negatieve klank, maar heeft een hele positieve lading. En dat ga ik u uitleggen.
Zijn brief begint met die prachtige woorden: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons vanwege zijn grote barmhartigheid, Gods barmhartigheid, dat zit erachter, hè? Gods barmhartigheid, ons heeft doen wedergeboren, opnieuw geboren laten worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Met andere woorden, daar is iets geweldigs gebeurd, iets unieks, wat nooit eerder is gebeurd, dat God zijn Zoon gezonden heeft naar deze verloren zon, wereld, waar geen barmhartigheid heerst en geen genade, om deze wereld genadig en barmhartig te zijn. In deze wereld is zijn Zoon Jezus Christus gekomen, gekruisigd en gestorven voor ons als een daad van Gods barmhartigheid. En hij riep, te midden van al die crisissen van de wereld, van al die dingen die we beleven, het is volbracht. Dat is het scharnierpunt in dat lineaire lijn van het begin van de schepping naar het einde. Het is volbracht. Dat is het grote heil naar de mensen van toen, aan wie Paulus predikte, naar die heidenen, en dat is het ook vandaag. Het is volbracht. Dat is die vreemdelingen toe gepredikt, maar ook ons. En we zijn er, als het goed is, voor ingewonnen. Als de apostel zegt, we zijn met hem ondergegaan, maar ook opgewekt in een nieuwe geboorte, in een nieuw leven, in een nieuw perspectief. Met nieuwe ogen en met nieuwe handen. Dat is ons gepredikt. Het verschil tussen wereld en God, onze wereld en God, is doorstreden door Christus en overwonnen. En wat is nu overig? Wat blijft nu nog over? Wat staat er nu nog uit? Het einde van alle dingen is nabij. Het is volbracht. Het einde van alle dingen is nabij, zegt eigenlijk niets meer. Dat staat nog voleindigd te worden. Dat betekent eigenlijk die tekst. Het staat nog voleindigd te worden. Alle dingen moeten nog voleindigd worden vanuit dat scharnierpunt. De komst van Jezus Christus in het vlees en zijn overwinning op de dood en de machten van de duisternis. Het komt dichterbij. Nog even. Dat is alles. Als je denkt aan de tijd van vandaag, waarin je leeft, dat is alles wat een christen verwacht. Zijn wederkomst en onze verheerlijking met hem. Want daarvoor is de Heere naar de aarde gekomen, naar wie wij genoemd zijn, christenen. Om het einde aller dingen nabij te brengen, tot zijn doel te brengen, naar de voleinding te brengen. Wat een bevrijding. Alle dingen, ook wat wij vandaag nog ervaren, hebben een einde. We gaan niet eeuwen door. Dat is hij dus. We gaan naar een einde. Dus helemaal niet alles blijft voorbij gaan. Wij zijn onderweg naar. En dat zou ik eigenlijk vandaag nou eens tegen u willen zeggen als gemeente. Als u nu thuis zit aan de tafel. Of met je kinderen. De lieve kinderen. Die gun je alles. Of als je op bezoek gaat bij je ouders misschien. Of als je elkaar nog eens in de ogen kijkt. Wij zijn mensen onderweg. Naar de voleinding. Alle dingen hebben een einde. Naar de voleinding. En dat wil ik zeggen, gemeente. Wij lezen het einde van alle dingen niet af in wat we zien en wat we ervaren. Dat doen vaak mensen, hè. We gaan ze ineens van allerlei dingen roepen ook, en de meest bijzondere dingen. Ja, het is wel een heel ernstige tijd, het zal niet lang meer duren, enzovoort, enzovoort. Maar we lezen de dingen niet af, gemeente, aan de dingen die ons voor ogen komen. Nee, wij lezen het af in de verkondiging van dit woord. Van het heil in Jezus Christus. Zijn eerste komst kan niet anders leiden dan tot de tweede komst. Dat is het punt. Dat is het. Hij brengt het naar de voleinding. Dat is het. Wij zijn van hem en de voleinding is het doel geweest van Jezus' komst hier op aarde om ons
recht te brengen bij zijn vader in de verzoende verhouding en ons met hem mee te nemen naar de voleinding der dingen waar al die andere dingen voorbij zullen gaan. Dat is de bedoeling van dit woord. Met andere woorden, Maranatha is ons wachtwoord. Zullen we dat niet vergeten in deze tijd? Dat wou ik eens eigenlijk zeggen vanmorgen. U weet wel, soldaten die moesten een wachtwoord leren. Bij het geringste wat er gebeurde, moesten ze wakker worden en moesten ze gereed staan. Een wachtwoord. Maranatha. Jezus is gekomen. Maar brengt het ook naar het einde, naar de voleinding, naar het doel van alles. En gemeente, dat is het fundament van het geloof. Dat leert ons dat niet de bepaalde tekenen van de dingen van vandaag ons leven moeten bepalen. Als we de tekenen zien, ja, dan raken we angst en zorgelijk en depressief. En hoe gaat dat met ons nageslacht aflopen? En wat moeten onze kinderen nog meemaken? Maar als dat de teneur wordt met elkaar en met onze kinderen, dan wordt het heel droevig. Dat begrijp ik wel. En als we dan ook nog het gevoel hebben dat altijd maar de dingen zich zullen herhalen, dan word je niet vrolijk van. Nee. Als we de tekenen zien, dan verblijden we ons, gemeente, omdat we weten, het kan niet lang meer duren. Wij leven snel het einde tegemoet. Dat is de hoop die ons doet leven. Het is volbracht en het staat voleindigd te worden aan het eind. En daar is alles mee gezegd. De ware troost en de werkelijke kracht van de christelijke gemeente. Bijna nog enkele nachten slapen. Dan slaat de bazuin, de morgen der eeuwigheid. De grote dag van Jezus Christus. Het einde is nabij. Daarheen is heel ons leven gericht. Ook vandaag. Ook met onze kinderen. En dat is geen domper. Integendeel, dat is leven. Daarin ligt de blijdschap en de vrolijkheid van de kinderen van God. Halleluja, Maranatha, hij komt. Opmerkelijk, gemeente, om het bovenstaande nog eens te staven, is het woord vreemdelingschap in deze brief. Vreemdelingschap is de notie die door heel die brief loopt. En vreemdelingschap, lieve mensen, dat is niet omdat we vreemd zijn aan het leven van elke dag. Dat is een fout. Nee, totaal niet. We zijn helemaal niet vreemd aan het leven. We leven er volop in. En met. En met vreugde, met dankbaarheid. En met zingeving en met verantwoordelijkheidsgevoel. Nee, niet omdat we vreemd zijn aan het leven. Dat is ons niet vreemd. Alsof we doof en blind moeten zijn en verstart moeten leven. Hij komt eraan, dus we kunnen niet meer leven. Integendeel. Loutere feit dat we om Christus wil onderweg zijn naar hem. We leven in de tussentijd tussen opstanding en onze opstanding. Met hem gestorven, met hem toen hij opstond, zullen we straks opstaan met hem in nieuwe heerlijkheid. Daarmee is alles gezegd. Alles gezegd. Dus dit punt hoop ik dat u goed duidelijk, het einde van alle dingen is nabij, is geen negatief woord, maar een volgeladen positief woord. Hij brengt de dingen tot het einde. Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan. Nee, er komt een eind aan. En we horen in de verte zijn voetstappen. En dat is ook de tendens en de houding waarin we vandaag moeten leven. In deze soms moeilijke periode. Als we dat niet meer doen, dan zijn we christen onwaardig. We leven van de hoop en van hem. Maar hoe doe je dat dan? Een paar opmerkingen. Vanuit de omgeving van de brief, nuchter. Ja, dat is ons gezond verstand. Nou, niet helemaal zoals wij dat vandaag de dag verstaan. Hè? Je gezond verstand gebruiken, dat moeten we ook zeker doen. En dat hebben we ook gekregen. Dat is waar. Maar het Bijbelse nuchterheid is meer dan dat. Want ons verstand is ook maar beperkt. Jezus is opgestaan.
Jezus is opgestaan en brengt de dingen tot de volleinding. En daarom hoeven we de moed niet laten zakken vandaag. We hoeven niet moedeloos te worden. Dat is nuchter leven. We hoeven niet moedeloos te worden. Niet denken van, ach, alles blijft hetzelfde. Het komt altijd maar terug. En dat hebben we nu al zo vaak meegemaakt. Nee, we gaan naar de volleinding. Dat is één. Hij leeft en zal ervoor zorgen dat wij met hem mogen leven vandaag. En ons de wijsheid en de kracht geeft om met die dingen om te gaan. Want het gaat naar de volleinding. En in de tweede plaats, gemeente, nuchter. Niet alleen om de moed niet te laten zakken, want hij zorgt voor ons. Ik las het even van gisteren bij een oudere mevrouw. We kunnen woorden van God toch veel betekenen. Komt allemaal tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Je zal de tranen komen. Hè? 85 en... En dan moeilijk in deze tijd voor oudere mensen ook. Heel bijzonder. Ja, en dan geef je moed aan mensen. Ja, maar hij is er, hij leeft. Hij is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Als je tot hem komt en je hart openstelt, dan is alles er. Het gaat naar het goede einde toe. In de tweede plaats, gemeente, we zijn onderweg. We hoeven ook niet in het hier en nu op te gaan. Mag ook best een onsje minder. Als dat de tijd van deze tijd ons leert, is het prima. Mag best eens wat minder. We zijn mensen van onderweg. Dat zijn we toch als christenen niet vergeten. Dat moet toch bepalend zijn voor onze houding, voor ons levenshouding. En daarom nuchter. We mogen op hem bouwen. Nuchter ook dat we niet verder moeten, maar dat we verder kunnen. Met hem. Begrijpt u? Moet niet. Mag. We mogen verder met hem. In de tweede plaats moeten we bidden, staat er. Dat is contact onderhouden met hem. Die hier zo was. Zo genadig. En zo barmhartig. Vanwege Gods barmhartigheid. En zo ook alles zal voltooien. En in ons bidden mogen we dat verlangen telkens uitspreken. Dat moet je ook doen met je kinderen. Je moet je kinderen niet met het idee op laten groeien van we kunnen alles hier krijgen. We kunnen het alleen maar beter krijgen. En we kunnen alleen maar genieten. Dat is dwaasheid. We moeten leven met hen. Voor te leven en voor te bidden. Dat we ons verlangen uitspreken naar hem. Die ons hart vervult met liefde. Verlangen. En die onze ogen, dat staat ook allemaal in die brief, hè, die onze ogen en oren wil heiligen. Heilig is een bekend woord in deze Petrusbrief. Die onze ogen en oren en onze monden wil heiligen. Juist met het oog op zijn komst. Ja. Bidden, gemeente, dat is ten diepste wat we misschien wel elke dag bidden. Uw koninkrijk. Mooi. Jezus komt en daarom bidden we. Bidden we tot hem en zien we uit naar hem. In de derde plaats, gemeente, liefhebben. In deze brief wordt veel gezegd over het gehalte van de christelijke gemeente van elke dag. Over de verhouding naar de overheid, in je huwelijk, in de maatschappij, in het lijden dat soms die dingen met zich meebrengen. Over de verantwoordelijkheid die we hebben naar de wereld. Maar, zegt de apostel, met het oog op die volleinding hebt vurige liefde tot elkaar. Vurige liefde tot elkaar. Want de wederkomst zet geen rem op ons bestaan. Isoleert ons niet. Maar vraagt om deze liefde die we zo intens van de Heer Jezus Christus geleerd hebben. Om die liefde exclusief te laten gelden. In de vergeving naar elkaar toe. In de mantel der liefde die alles bedekt. Dus niet, hij komt dus, we gaan maar een beetje in een hoekje zitten. De liefde laten spreken. De liefde van hem die was en die komen zal. Gastvrij zijn, nog één woord, gemeente. Je begrijpt wel, dat is niet bepaald een afwachtende houding. Van nu komt, nu, als we denken aan de wederkomst, dan moeten we zeker zo. Nee, dat is geen afwachtende houding.
Het betekent een open houding, een open leven naar elkaar en naar de wereld waarin we leven, gastvrij. En daarmee kunnen we niet even het probleem van de vreemdelingschap oplossen. En ook niet, zeg maar, van de rassendiscriminatie. Dat doen we niet even met een paar vingers aan de knop. Maar het moet wel onze houding zijn. Als heel zijn hart. Begrijp je? Als heel zijn hart voor ons heeft opengestaan. Voor ons en voor mij. Als het helemaal heeft opengestaan, vol liefde. Gebloed heeft en gebloeid heeft. En ons, over ons is opgestaan. Als dat hart zo heeft opengestaan. Zonder onderscheid van het persoon. Hoe zouden wij dan kunnen leven? Zonder die ander de ruimte te geven. En zonder die ander op een zijspoor te zetten. Dat kan niet. Daarom hebben we een prachtige taak. Juist met het oog omdat hij naar de volleinding de dingen zal brengen. Mogen met een open houding in deze wereld leven. Ja. Want wij verblijden ons gemeente in de realiteit van Gods liefde en gastvrijheid in Jezus Christus. En wij verblijden ons in de vergeving en de genade die zonder onderscheid ons is gegeven. En zo leven wij het einde aller dingen, de dag van Jezus Christus tegemoet. Mooi. Afrondend. Als het einde komt, mag ik dan bij u? Die kennen we. Als het einde komt bij ons sterven. Zeker, niet onbelangrijk. Alles blijft, alles gaat voorbij. Alles blijft voorbij gaan. Nee, hij komt. Hij komt. Ja, zeker. Mooi, mag ik dan. Hoe zeker is dat eigenlijk bij u en bij mij? Als het einde komt. Die zekerheid begint bij hem. Die nieuwe geboorte. Door Gods barmhartigheid opnieuw geboren. Door de opstanding van Jezus Christus tot een nieuwe hoop. Daar is begonnen. Voor mij. Wonder. Wonder. En dan zegt een Engelse godgeleerde van een tijd geleden. Wilberforce. Er is na mijn wedergeboorte. Of na mijn aanraking. Met de Heer Jezus Christus. Of na mijn omzetting. Of nadat het evangelie binnenkwam in mijn leven. Er is na mijn geboorte geen uur geweest. Dat is veel. Dat is kras. Geen uur geweest waarin ik mij niet bewust ben geweest van het feit dat Jezus terugkomt. Geen uur. Als je weet van dat eerste woord met hem opgewekt in een nieuw leven. Door hem. Zonder onderscheid des persoons. Puur genade en liefde. Kan het niet anders. Of we zien naar hem uit. Mag ik dan bij u zijn? Genade zingt verlangend. Maranatha. Heer Jezus, kom haastig. Amen.
woensdag 8 juli is overleden de heer Frans van der Geer, echtgenoot van Annelies van der Geer van Otterlo, de leeftijd van 82 jaar. Boven de rouwkaart staat gezang 232 vers 1, neem Heer mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden rust vind. De rouwdienst van de begrafenis zal in de Slotenkring plaatsvinden op maandag 13 juli op de begraafplaats van Beukenhof in de Schiedam. Zijn ogen weer stil. Frans van der Geer, 82 jaar, hij wil een voorbeeld doen voor zijn vrouw, de kinderen, Mark en Hans, de landen en de kleinkinderen. Voorbeelden willen we ook doen voor mevrouw Terk-Bolderheij. Op woensdag 15 juli wordt ze ongeopereerd. Ze heeft een tijd geleden een ingreep gehad, een borstingreep. En daar heeft ze veel klachten over gehad. Er is ook dankzegging voor de heer en mevrouw van het Heusden van Delden, die zijn zondag 12 juli, vandaag dus, 60 jaar oud. En zijn gelukkig in redelijke gezondheid. En familie de Jonge Roosendaal op maandag 13 juli, 55 jaar getrouwd te zijn. Wij willen ook de dag brengen voor de goedheid van God. Laten wij danken. Heer God in de hemel, wij danken u dat wij mensen op de weg zijn. Daar worden we niet laks van. En daar worden we niet moedeloos van. Integendeel, dat hebben we mogen horen. Dat geeft ons kracht en liefde. Om te bidden, om nuchter te zijn, om gastvrij te zijn. Te weten dat we, en dat we met u mogen opgestaan zijn hier in Jezus Christus, uit de dood. Dat geeft ons de moed en de kracht om er vandaag te zijn. Met een oog op de voleinding van uw dag geloven en prijzen uw naam. Mogen wij zo geheiligd, als ouderen, als jongeren, als gezinnen, zo geheiligd in deze tijd staan. Dat we een gemeente zijn onderweg naar uw grote toekomst. En dat dat de moed en de kracht is en de lichte plek voor onze voeten vandaag. En daarom danken we u voor de verkondiging. Laat dat mensen moed geven. En kracht en inzicht en wijsheid. En vooral ook verlangen en geloof. Heer God, wij bidden u voor de gemeente. Er is veel te vragen. Veel meer dan we hier kunnen verwoorden. Er is zoveel dat op ons afkomt, ook als gemeente, ook in het uitzien naar de toekomst, dat doet het allemaal. Maar leer ons als uw gemeente er voor elkaar te zijn, juist in deze tijd, en er voor elkaar met u te zijn in deze tijd. Help ons daarbij. Dan zullen we niet beschaamd worden. Niet van u verwachten. Ook vandaag. Zegen de gezinnen. Zegen onze jonge mensen. Zegen hen ook als ze misschien op vakantie gaan of plannen maken. Dat mag. We hoeven niet in een hoekje te zitten. Maar altijd onder de noemen van dat. Dat wij christenen heten. En die zijn van Christus. En die komt. God dank. En het is niet ver. Haast is het. Dat we ook zo op vakantie kunnen vieren. Juist dan zien we de bloemen bloeien. Juist dan zien we die anders staan. Juist dan zijn de uren kostbaar en mooi. Om te genieten en te leven vandaag. Juist dat geeft kracht aan ons bestaan.
om ons werk te doen en verantwoording te dragen. En dat wil je doen. Zegen de gemeente. Zegen alle die erover gesteld zijn in kerkkracht. Soms moeilijke beslissingen en afwegingen die moeten gemaakt worden. En zoveel stemmen, zoveel meningen ook soms. Help hen om vanuit de bewogenheid en vanuit het goede fundament met elkaar te beraadslagen de gemeente te dienen. In onze God, wij willen voor hen die vreugdevolle dingen hebben meegemaakt. En die zijn er ook veel. Vertel eens. En een paar zijn er genoemd. Dank u voor de familie van Opheusden en van Delden. De familie de Jonge Roosendaal. Voor respectievelijk zoveel jaar getrouwd. 60 en 55 jaar. Wat een zegen. Veel om dankbaar te zijn. En het verlangen ook te leven naar uw komst. Dan is ook elke stap die het minder wordt in ons leven niet alleen maar erg. Maar is het een teken van de tijd die haast. Zegen hen. Zegen hen die het moeilijk hebben verdriet. Hebben een naam genoemd. Van Annelies van der Geer. Die haar man is overleden. En de kinderen Mark en Hans en Jolanda. En de kleinkinderen. Geef je kracht en moed. Wij mogen mensen zijn die leven van de hoop. Dat is een wonder. Dan valt er over het graf ook licht en hoop en verwachting. Of een streep trekken, ja, dan gaat alles voorbij, komt nooit weer terug. Of eindeloos komt weer terug, er komt nooit iets nieuws. Maar we mogen weten van hem die staat te komen, die opgestaan is om ons te laten opstaan. Nu hier en straks. In de toekomst in zijn heerlijkheid. Heb dank daarvoor. Zegen mensen die het moeilijk hebben, verdriet en gemis. Help hebben. Een oog te richten op u. Die draagt aan uw kinderen. En die zorgt van dag tot dag dat we niet omkomen, maar dat we de hoop vasthouden. Zegen ons op uw dag. Met de rust en de vrede die eigen is, als het goed is, aan uw dag. En neem ons onder uw hoede. O grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Door de kracht en het licht van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met ons slotlied zingen. Dat is uit op toonhoogte lied 82. O Heer mijn God, wanneer ik in de wondering de wereld zie, je hebt het voortgebracht, dat zingen we vandaag. En als ik bedenk hoe Jezus onder klagen in de dood is, ga ik als het land, dat hij alles heeft volbracht, mij niks kan volbrengen. En als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn? Dat is niet 282 uit oktober. Thank you.
de zondag ingaan, blijven ingaan in de verwondering van dit gegeven. Van deze God die in Christus naar ons toegekomen is, vol barmhartigheid. En die de dingen naar de volleinding brengt. En met die zegen mogen we van hier gaan. Ontvang die zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met u allen.